al lang geleden, zegt dat liedje. Billy Ocean en I Wanna Be Your Lover Boy. Ik lijk wel enthousiast. Ja, dat ben ik ook een beetje natuurlijk. Want we zitten in het laatste uur van de Sint voor Iedereen actie. Hier bij sleutelstad.nl, wou ik zeggen. Ja, dat is het adres van de website. Sleutelstad Radio, TV, online, you name it. Vanaf afgelopen maandag staan we volledig in het teken van die actie Sint voor Iedereen. Dat is een regionale actie, georganiseerd door Omroep West samen met de Stichting Sint voor Iedereen. En heel veel lokale omroepen in onze regio doen daaraan mee. Ik zal ze niet allemaal opnoemen. Maar hier bij Sleutelstad in Leiden dragen we een heel behoorlijk steentje bij, mag ik wel zeggen. Want het is hier een komen en gaan van, hoe noemen we dat ook alweer? K-donateurs. K-donateurs. Vind ik wel een mooie opmerking. Ja. Hadden we die nog niet gehad, de K-donateurs? Ja, die heb je al vaker wel gebezigd. Oh ja, dat wel. Ja, maar goed, de K-donateurs. We hebben een camera in de redactieruimte gezet. We hebben alles heel snel even hier mooi technisch klaargezet. Gijs Meijer staat. Hey, en wie ben jij dan? Oh, Maarten Mulder. Hey, ik gezellig. Ben Maarten Mulder, jij bent Mulder thuis. Nee, we hebben een camera in de redactieruimte gezet. En daar staat onze Gijs. En Gijs, jij staat bij een K-donateur Gijs, volgens kom mij. Kom maar in. Ja, hartstikke leuk om natuurlijk weer een nieuwe term te horen. K-donateurs, nieuw voor mij. Maar ik sta er wel naast eentje. Tom, op de valreep nog even wat cadeautjes brengen. Ja, klopt. Nog even met de kids gaan winkelen. En ik heb gewoon gevraagd van als je nou iets zou moeten uitzoeken voor iemand anders, voor een ander kindje, wat zou dat dan zijn? Dus ze hebben aardig wat uitgezocht, zoals je kunt zien. Ja, de kids die mochten dus alles kiezen voor andere kindertjes. Wat heb je dan allemaal mee? Nou, een brandweerauto bijvoorbeeld. Puzzel. Wat glow-in-the-dark dingen. Een Spider-Man auto zie ik. Nog wat klei om mee te knutselen. Ja, te gek. Daar gaan we gewoon een hele hoop kinderen blij mee maken. Hartstikke bedankt voor deze donatie. En leuk dat je hier nog even langskwam. Ja, nou, onwijs goede actie van jullie. Dus ga zo door. Volgend jaar weer, zou ik willen zeggen. Ja, te gek. Word dus ook gewoon een draaideurdonateur. En dan zien we jou volgend jaar weer. Zeker. Oh ja, dat hebben we ook nog. Ja, de draaideurdonateurs. Gijs, dankjewel. Gijs vanaf de studiovloer. En als je wil zien hoe Gijs eruit ziet op deze vrijdagmiddag, dan kan dat. Hè, via... En al die cadeaus erachter ook, hè? Oh ja, ook dat. Even op wat er allemaal ligt. Kanaal 46 van Ziggo en 1421 van KPN. En je bent nog tot 6 uur hartelijk welkom. Zeker. Volgens mij hebben we nog 48 minuten. Vorig jaar zijn we geëindigd op 3800 en een beetje. En de bedoeling is dat we daar dit jaar overheen gaan, hè Maarten? Zeker ja. En ik weet, het getal is vandaag een beetje geheim gehouden de hele tijd. Dat willen we een beetje spannend houden. Maar we zitten in ieder geval in de buurt, Melle. Met dat getal. Maar goed... Weet je, het is sowieso fantastisch. Al die mensen die ook voorbij zijn gekomen. Ja, en de verhalen die erbij horen. Ik vond het ook leuk dat onze laatste cadeau-donateur net. Die heeft gewoon aan zijn kinderen gevraagd. Ja, wat zou je nou kopen voor een ander kind? Nou, volgens mij is dat een heel goed uitgangspunt. Dat dacht ik wel. Zo direct meer. Want het is hier een komen en gaan van mensen die cadeautjes komen brengen. En dat allemaal voor de stichting Sint voor Iedereen. Omdat er heel veel kinderen in verborgen armoede opgroeien. 1 op de 9 in de grote steden. En voor die kinderen is het niet vanzelfsprekend dat ze een cadeautje krijgen op Sinterklaasavond. En die stichting Sint voor Iedereen, die zorgt daarvoor. Je hoeft het allemaal niet in te pakken. Als het nieuw is, of zo goed als nieuw, dan maakt de stichting daar een mooi pakket van. Ze doen er wat snoepgoed bij en een gedicht. En dan wordt dat ook via kanalen die weten waar ze het over hebben, verspreid. En wie bedoel ik dan? Bijvoorbeeld de voedselbanken of de crisisopvanghuizen. Ja, en ze gaan het dus straks na deze mooie avond gaan ze het allemaal meenemen. Komt het in één groot magazijn, wordt het allemaal gesorteerd, gecontroleerd en ingepakt. Er blijft niets aan de strijkstok hangen. Zo is het. Wil jij het liedje aankondigen wat we gaan draaien? Zeker. Nadat ik nog even noem dat we op de Middelse Gracht 87A zitten onder het poortje. En dan gaan we naar de Lost Frequencies. The Feeling. Een lekker goed gevoel, denk ik. We're dead.